Yo kijkers van Cycling Games, welkom bij vandaag weer een nieuwe video. Vandaag zijn we in Veenendaal op het parcours van de AXA Vallei Renners voor de vierde ronde in de voorjaarscompetitie 2019. Vandaag een iets andere video dan dat jullie gewend zijn. Normaal kijken jullie naar hoe ik fiets met een muziekje, maar vandaag gaat dat helaas niet, want ik ben vergeten de camera onder mijn zadel aan te zetten, waardoor we alleen de beelden onder het stuur hebben. En door de regen zie je daar niet altijd even veel op, dus hebben we een iets ander soort video vandaag. Al heel vroeg in de koers, om precies te zijn na twee rondes, trek ik een keer door met de wind in de rug en het waait best hard, dus mijn snelheid loopt aardig op. Ik kijk achterom, er zit niemand meer in mijn wiel, dus zo zit ik al na 5 minuten solo. Natuurlijk is het onmogelijk om met windkracht 4 à 5, 55 minuten alleen te rijden, dus laat ik mezelf inlopen, maar het heeft wel voor een schifting gezorgd. Na een tijdje met de zessen gereden te hebben, valt er voor mij een gaatje en ik besluit om dat gat dicht te sprinten. Maar dat is eigenlijk niet genoeg, want ik kom erbij, ga erop en erover en zo ben ik weer alleen. Doordat ik al vrij snel bij het peloton van de Masters kom, zit ik in een goede uitgangspositie, want wij zitten hier met veel Masters. En ik dacht, nou, als al deze Masters blijven rijden, wij blijven rijden, dan zijn we met een mannetje of 10. En dan hebben we achter ons 5 nieuwelingen en die zouden dan onmogelijk ons moeten gaan bijhalen. Dus ik zet me meteen op kop bij het peloton van de Masters om de gang erin te krijgen. Wat dan alleen niet zo handig is, is dat ik alle Masters vervolgens ook uit mijn wiel rijd. Yuri de Co rijdt op kop bij de achtervolgers en zij volgen op een seconde of 12. Na een kleine 10 minuten zijn de nieuwelingen bij het peloton van de Masters gekomen en zie ik ook in dat het kans uit is geworden om weg te blijven, dus laat ik mezelf inlopen. Iets over half koers is een grote hergroepering, de sportklasse dubbelt ons en zo rijden we met de 3 pelotons door elkaar. Ik counter hier een aanval van Rohan Dankaerts, trek meteen zelf door en zo ben ik weg met een van de Masters van WV Imland. Nadat mijn medevluchter het geloof in de vlucht kwijt was geraakt, sta ik er alleen voor. Ik verdedig een voorsprong van om en nabij de 15 seconden op het peloton met daaraan de rekker Yuri de Koop. Na een kopbeurt op het tegenwindstuk van mijn geduldige ploegmaat Koen van Lid, loopt mijn voorsprong uit tot 20 seconden. Na een tijdje een kleine voorsprong gehad hebben op de achtervolgers, hebben ze het nu opgegeven en loopt mijn voorsprong richting de halve ronde. Zo win ik mijn tweede voorjaarscompetitie op rij hier in Veenendaal met meer dan een half minuut voorsprong op het peloton. In dat peloton was het Yuri de Co die de sprint won voor Matthijs van Putten, Rohan Dankaerts en Dennis de Haan. Dat was het dan alweer. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video, de voorjaarscompetitie in Veenendaal. Volgende week dan zijn we terug met een nieuwe video. Dan zijn we in Tiel voor mijn ene laatste voorjaarscompetitie in voorbereiding naar mijn wegwedstrijdseizoen die ik ga beginnen in Essen, België. De week daarna rijd ik mijn eerste nationale koers in Nederland op de 31ste van maart in Tiel. Mocht je daarna ook willen rijden, schrijf je dan nu in. En de week daarna rijd ik mijn eerste klassieker, de omloop van Noordwest-Overijssel. Joejoe!